Vanavond hebben we een bijzondere reportage. We zijn te gast bij een melkfabriek waar een bijzondere monteur werkzaam is. Dat bedrijf heet Friesland Campina. We zijn beland in het Nederlandse Bijlen. Hier staat de grootste melkfabriek van Midden-Drenthe. We maken kennis met Bert van der Heijden. Trouw komt hij 's morgens vroeg op zijn scooter op tijd op zijn werk. Bert is elektromonteur van beroep. We zijn beland in de kantine, waar de eerste vormen van zijn genialiteit al zichtbaar zijn. Met uiterste concentratie maakt hij zijn eerste koffie van de dag. De melk en suiker zijn precies afgemeten. Hier zien we Bert in zijn dagelijkse bezigheden. Zo bestuurt hij een personal computer om te kijken of er werk is voor de elektromonteur. En hij is vaak bezig met het repareren van elektronische apparatuur. Overdag is Bert een echte monteur. Maar in zijn vrije tijd ontpopt hij zich als een ware acteur. Hallo, met mij. Hallo, met wie? Ja, ik. Bert van der Heijden. Oh, hallo Bert. Hier, Jan-Marcel. Zullen wij nog eens een filmpje maken? In de melkfabriek? In de voorfabriek. Ja, dat is goed. Kom er zo wel aan. Tot straks. Ja, jo. Doeg. Verder met rust laten en ga terug naar de studio. En zo hebben we een kijkje kunnen nemen in het dagelijkse leven van Bert. Van een drukke werkdag bekomen wil hij dan ook weer snel naar huis. Naar zijn vrouw, met wie hij 25 jaar is getrouwd. Maar Wat gebeurt hier, jongens? Dit staat niet in mijn script. Hallo?
Hij heeft zijn scooter defect. Hij zal snel naar huis naar zijn vrouw. 25 jaar is hij met haar getrouwd en hij zal snel naar huis. Ah. Hallo? Ik denk... Ja. Kijk, het is gevonden. Dames en heren, wensen u nog een fijne avond.